Maandag namiddag had Stan van Samang een grote verrassing voor Christophe. Ja, mijn vaste schout. Is het waar? Amai, amai. De Vlaamse zanger wist echt niet dat hij een gouden plaat voor zijn nieuwe cd Hou Me Vast zou krijgen. Ja, eerst en vooral, hier had ik echt niet op gerekend. Stiekem wel gehoopt en ik wist een klein beetje van aantallen. Maar Gino zegt, ja, we zijn er lang nog niet. Amai, en dan nog eens uit uw handen mogen krijgen, dat lijkt geweldig. Amai, ja, ik ben eigenlijk al een beetje sprakeloos. We zien hem niet verder. Het album staat natuurlijk in het teken van 25 jaar Christophe en daarom ben ik eigenlijk ook wel een heel klein beetje terug naar de roots gegaan. Naar de nummers die de mensen van mij natuurlijk verwachten. Dat zijn bijzonder gevoelige nummers, maar ook de ambiance nummers. En we hebben gezien met Geboren om van jou te houden, dat was een heel modern nummer, een beetje met dance-invloeden. En de mensen hebben daar super op gereageerd, maar ik merkte toch ook van veel mensen van, dat ze terug nood hadden aan zo de leuke meezingers en het moest allemaal niet meer zo beats en dance zijn. En we zijn gewoon terug een beetje naar de roots gegaan. En we hebben daar een hele mooie mix gemaakt van, ja, van mijn nummers, van de typische Christophe nummers met een moderne invloed. Hou Me Vast is het 10e album van Christophe, dat bij platenfirma Universal verschijnt. Sinds Christophe met Universal in zee ging, kwam zijn carrière in een stroomversnelling terecht. De zanger kreeg door de jaren heen de kans om ongelooflijk toffe dingen te doen. Voor zijn nieuwe cd nam Christophe een nummer op voor een heel speciaal iemand. Mijn hartslag, mijn nieuwe single, is eigenlijk een beetje een ode aan Jeff. Ik had nooit gedacht dat ik het allemaal nog zou meemaken. En ja, kijk, uiteindelijk, mijn dromen en mijn wachten is beloond. Naast het traditionele duet met zus Lindsay heeft Christophe samen met de Nederlandse zanger Gerard Joling een duet opgenomen. Keilukt is het tweede duet dat we opnemen. En Gerard wou het heel graag doen met mij. Omdat ja, hij wil heel graag nog eens naar Vlaanderen komen. En omdat we ook samen opnemen in dezelfde studio, voelde ik het zo wel al een beetje aankomen. En hij heeft een paar nummers voorgesteld. En ja, ik heb dan dit gekozen. En het is ook een nummer dat ik solo heel, heel goed alleen kan zingen. Dus, want als je dan een duet uitbrengt en je kan het dan niet zingen, dan is het ook wel een beetje stom. Dus ik heb eigenlijk voor een nummer gekozen dat heel typisch bij mij aansluit. En ik moet zeggen, het is bijna het leukste album, het leukste nummer uit het album om het live te zingen. Je merkt meteen dat het publiek mee is. Ze kunnen het meteen meezingen en ja, het is bijzonder leuk. Het wordt ook een single. Het wordt hoogstwaarschijnlijk een single. Alles is eigenlijk rond om er ook een video van te maken. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat geven, een video met Gerard Joling. Het album Hou Me Vast van Christophe is nu te koop.